Goedemorgen lieve vrienden, het is vandaag donderdag, het is de 21ste februari en het is 10:25 en Carmen die is hier, die heeft mijn huisje altijd zo ver weer schoon. Ik ga denk ik nog één ding vragen, want er staat hier iets en dat moet ook nog naar boven. Zo blijft zij ook slank, ja. Ja, kijk. Die tas, er staan twee zakken kattengrit in en een zak katteneten. Nou, die zakken die moeten dus naar boven. En als zij dat in één keer kan versjouwen, dan mag dat. En dan doet het ook maar in twee keer. Ik doe het, ik doe het ook wel eens en ik doe het dan in één keer, maar beetje bij beetje. Ik hou het in die tas en dan zet ik die tas op een tray. En dan weer op een tray. En zo kom ik toch met zoveel minuten wel boven. Nou, en dan doe ik het in het bureau waar het in hoort. Dan neem ik die tas weer mee naar beneden. Ja, makkelijk toch. Hé, hey, meisje. Een bril. Wat nou? Wat nou dan? Nee, nou dan niet. Nou, en Frodo is weer stout. Die had de kap weer omgekregen, we er net. Want meneer die heeft aan zijn achterknie zitten te bijten. Ja, en waarom? Joost mag het weten. Omdat meneer zijn zin denk ik niet krijgt of zo. Maar oké, in ieder geval. Maakt allemaal niet uit, had de kap weer om. Maar ik wens jullie allemaal een hele fijne dag toe. Ondanks dat het miserig weer is. En ik wens jullie ook welkom bij deze nieuwe vlog. Ik zou zeggen, heel veel plezier vandaag met alles wat jullie hier doen gaan. Doei doei! Zo meneertje. Kom eens omhoog met je hoofdje. Kijk. Dan heeft hij dus met dat rood aan toe zitten te harnissen. Het is allemaal hard. Maar oké, in ieder geval. Ik moet vanmiddag ook nog naar het ziekenhuis. Ik heb een bultje op mijn tong. Daarvoor moet ik om 2:15 in het ziekenhuis aanwezig zijn. Carmen die is nog boven. Ik heb net spruiten schoongemaakt. Dat staat nou op voor morgen als Astrid weer komt. Vanavond doe ik de vaatwasser, want er komt nog spullen bij van vanavond natuurlijk. Dan heb ik weer een vaatwasser vol. Ik heb een bakje koffie staan. En daar ga ik even van genieten. En dan haal ik de camera leeg en de GoPro, daar staat nog van alles en nog wat op. Dus ja, dat heb ik ook nog te doen. En dan zullen we zien wat de dag ons verder gaat brengen. Ja, naar het ziekenhuis dus. En het regent hier van dat miserige rot weer. Er is niks aan. Nee. Kandalf die is ook weer net binnen. Die vindt ook weer vies en nat buiten. Hé kerel. Ja hé. Is je baaien buiten? Ja, je wordt nat. Ja, inderdaad. Naar de kop. Ja, naar de kop. Er is niet eens. Ja, ook toch wel vochtig. Maar oké, het is niet echt fijn weer. Ik hoop dus toch wel dat ik droog over en weer kan. Met naar het ziekenhuis toe. Nou, verder hoef ik niks te doen. Dus het is het ziekenhuis weer terug. En ben ik wel nat, dan ga ik me natuurlijk eerst omkleden voordat ik de camera weer pak. Maar oké, lieve vrienden. Geniet verder van jullie dag. Ik ga dat ook proberen, ondanks mijn verdriet, die dat niemand toch bij mij ziet, dus ja. Ja, je weet het, maar echt zien of ik moet ziek zijn, maar dat valt vandaag wel weer mee. Dus, oké, ze zeggen tot later, doei doei. Nou, ik heb 4 mappen op mijn bureaublad van mijn computer staan. Die met de inhoud van de beide camera's, zowel de GoPro en deze camera. Ja, deze. Zitten we filmpjes in die mappen. Dus
die moet ik dus allemaal gaan renderen en YouTube gaan brengen. Dus ik hoop dat ik vanmiddag eraan toe kan komen. Want morgen is vrijdag, dan heb ik Astrid weer. Dan kom ik sowieso niet eens hier aan toe. Nee. Dus ja, ik hoop dat ik er vanmiddag even wat aan toe kan komen. Ik ga nu mijn koffie opdrinken en ja, dan moet ik 2:15 moet ik er wezen. En ik moet er ruim op tijd wezen, want ik moet me nog aanmelden en ik moet nog dit doen. En het is allemaal daar vernield. Ik krijg wel hulp, heb ik gehoord. Dus ja, ik ben er liever even op tijd dan dat ik er tegenaan hang, hè. Dus ja, ik heb de spruiten ook al gekookt, die zijn al gaar. Die staan achter mij al, met een handdoek en een theedoek eromheen, dat kan wel weg. Hup. Zo. Nou ja, maar dat is wel lekker hoor. Jo. Dat staat wel lekker. Nou. Waarom ik dat later wel op? Nou, even niet. Geen. Ik kan nou niet met één hand. Nee, gaat een beetje moeilijk. Nou ja, Frodo die het pech. Ik zal het zo meteen even naar buiten laten. Maar ik blijf wel sowieso met de kap om wanneer ik wegga. Dus ja, die hou ik gewoon vandaag de kap op. En ook zijn knie moet ik eventjes kammen, laat maar zeggen. En dan zien we wel weer. Maar oké, lieve vrienden. Tot later. En ik hou jullie op de hoogte. Maar jullie gaan niet mee. Nee. Trouwens, als ik ga niet wat anders doen. Vanaf het ziekenhuis ook gelijk weer naar huis. Dus van de zomer. Ik rijd vaak genoeg langs het ziekenhuis. Dus ja. Hè, dan neem ik jullie gewoon mee. Ja, komt goed. Doei doei, later. Ja, en ik ben alweer thuis. Ik moest om even zien, ben op 2:15 er wezen. En nou, ik moest even wachten natuurlijk. En het is nu 2:03. Dus ik dacht dat ik het netjes had gedaan. En ik kreeg het gevoel dat ik raar praat. Omdat ik een verdoving in mijn tong heb gekregen. En ze hebben dat bultje eraf geknipt en nou... is dus door die verdoving is die dikker dan normaal en ja, je hebt het gevoel dat je raar praat, ik weet het niet, en hij bloedt amper, dus ja, het is weer weg, dus, maar oké, ik ben er weer, ik moest het nat houden, dus we beginnen maar eens met een bakje koffie. Ja, is een beetje een andere smaak dan die vieze verdovingssmaak in je mond te hebben. Want dat is niet lekker. Nee. Maar oké. Okay. Het voelt wel vreemd aan. Hij is, de punt is niet punterig meer zoals eerst, maar wat dikker opgezwollen. En onder de tong is het een beetje blauwig. Maar ja, maakt niet uit. Hij is weg, het bultje, en ik heb er geen last meer van. Nou moet dit even genezen. Nou, dat is met een dag of twee bekeken. Ja, dat is eerder genezen dan iets anders. Maar oké, lieve vrienden, maakt het verder niet uit. Geniet nog verder van jullie dag. Ik heb nou weer wat miseregen onderweg. De heenweg was droog en nou de terugweg miezen ze het. En dus, nou ja, oké, maakt allemaal niet uit. Ik ga door. Lekker even bakkie koffie. Tot later. Frodo, wat ga je doen? Ga je een bedje toe raar doen? Nee toch? Ik ben een bedje toe, niet raar doen. Niet raar doen. Maar ja, oké. Okay. Ja, lieve vrienden, we gaan lekker naar bedje toe. Het is weer laat. Later dan ik wou. Maar er was weer van alles en nog wat aan de hand. Dus dan weet je het wel weer. Ik heb ook even mijn stem die slaat over mijn tong. Die is nog pijnlijk. Dus ja, komt allemaal wel weer goed. Ik ga lekker naar bed, want ik ben back af. Strakjes moet ik weer naar fysiotherapie. Ik moet morgenochtend om 11:30 er zijn. Dus ja, moeten we bij tijd eraf.
simpel. Ik zou zeggen, wat rusten en lekker slapen. Doei doei.